Kijkers, van harte goedenavond. Welkom in een gloednieuwe aflevering van De Sleutel tot Succes. Een programma voor jong en oud, in het bijzonder voor de jongeren, waar de jongeren iets uit kunnen leren en in hun leven kunnen meenemen. Een programma die elke woensdagavond om 8 uur te volgen is op Senaat in Term TV op 26.4 en de herhaling op zaterdagmiddag om 5 uur. En om dat vandaag met u te kunnen doen, hebben wij als gast in de studio meester Prashant Baldeo. Meester, welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met u? Goed, met u. Ja, goed, dank u. Als eerste wil ik u bedanken dat u de tijd en moeite heeft genomen om vandaag in de studio aanwezig te zijn. Ja. U heeft het gehoord, een programma De Sleutel tot Succes. Een programma waar wij de jongeren willen motiveren, iets willen meegeven om hoe zij succes kunnen bereiken zoals u dat heeft kunnen doen. En wij denken dat u wel een voorbeeld voor de jongeren bent. Hopelijk wel, ja. Oké. En voordat wij dat alles doen, willen wij helemaal bij het begin beginnen. En wij willen van u weten wie Prashant Baldeo is. Nou, Prashant Baldeo, die is van Kamerwijnen. Hij is 31 jaar te jong. Een maand terug beëdigd als advocaat. En dat was een lange weg, daarop zal ik terugkomen. Maar op zich ben ik vijf Kamerwijnen, zoals ik het zeg. En het was mijn streven, mijn doel. Vanaf kleins af eigenlijk om advocaat te worden. Vandaag ben ik zover. De ambities zijn er om verder te gaan. Daarover zal ik later ook nog meer vertellen. Maar voor nu denk ik dat ik wel antwoord heb gegeven op uw vraag. Ja, dat klopt sowieso. U bent van Kamerwijnen. Ja. Wie zijn uw ouders? Mijn ouders? Mijn moeder, Barbara Wati Ramjadam Singh. En mijn vader is Arman Baldeo, Anand Kumar. En verder heb ik nog twee broers, Erwin Baldeo en Stephen Baldeo. Oké, dus het huwelijk van uw ouders leverde drie kinderen op. Klopt, waarvan je de jongste bent. U de jongste bent. Oké. Ja. Wanneer heeft u het levenslicht precies gezien? Om exact te zijn. Om exact te zijn, 1847. 1847, 30 jaar jong of oud? 31 jaar. 31 jaar jong of oud? Jong, hè? Jong. Ja, okay. Ik voel me nog steeds jong. Ik voel me nog steeds jong. Ja. Meester, wat zijn uw hobby's? Mijn hobby's? Nou, zwemmen als eerst. Lezen ook, anders word je geen advocaat. Want je moet dag en nacht lezen en lezen en lezen. Uh-huh. Voor de rest dansen ook zo'n beetje. Maar, dans? Ja, klopt. Als je studeert moet je ook ontspannen. En ja, dat zijn mijn hobby's zo'n beetje. Cultureel dans of westelijke dans? Rustig op zich. Oké. U bent geboren, meester, en ik weet niet als ik de vrijheid heb om hier tegen te zeggen, moet ik het formeel houden? Je mag, ga je gaan. Oké. U bent geboren in Kamerwijnen zelf? Nee, Paramaribo. Paramaribo, ja. Oké. U begon naar school te gaan. Welke school heeft u doorlopen? Zo, ik ben begonnen op OSE Meerzorg. Daar heb ik er 7 jaar over moeten doen. In de 6e klas ben ik blijven zitten. Want je kwam in aanmerking met de wat oudere studenten en die houden je bezig met andere dingen. Waardoor ik een jaartje verloren. Vandaar ben ik gaan naar openbare middelschool. Dat is ook op Kamerwijnen. Commissaris Turkelweg. Daar ben ik ook in de 2e klas blijven zitten. Wat was de reden daarvoor? De reden daarvoor. Achteraf bekeken? Achteraf bekeken. Misschien was ik niet ready toen nog voor de 3e klas. Ik hield me nog bezig met muziek maken op tafel en ja, andere soort dingen. Mm-hmm. En toen heb ik er wel daarna 1 keer afgerond. Toen ben ik naar SPI gegaan, Surinaams Pedagogisch Instituut. Daar heb ik ook... Maar wacht even. U gaat een beetje te snel. U bent naar de lagere school gegaan, daarna bent u naar de MULO-school gegaan. Klopt. Toen u van de MULO-school slaagde en vertrok, hoe oud was u? Zo, ik denk ergens van de 17. 17 jaar? Ja. Oké. Okay. 17 jaar. Je zegt, toen de tafels timmeren op school, was je ook wel een gangster, zeg maar? Nee, geen gangster, maar je komt daar... kwam ik wat vrienden tegen, wat oudere vrienden, zij waren al boven de 20. Voor MULO school is dat veel te oud.
En dan brengen ze op andere gedachten. En dan hou je bezig met die soort activiteiten, waardoor je eigenlijk wat lesuren mist. En dat staat fataal voor je. En dan hoor je op het eind dat je niet over bent gegaan. Maar dan leer je gelijk een les. Ik ben toen overgegaan naar de derde klas. Ik was van de B-richting. Mm-hmm. En toen de vierde. Dus je bent niet gesprongen van de derde? Nee. Ik ben toen geslaagd, vierde klas middel. En ben toen naar SP gegaan. Mm-hmm. Surinaams Pedagogisch Instituut aan de Papanamestraat. Daar heb ik het ook. Toen heb ik AVF gedaan. Algemeen vormende fase was het. En daar ben ik ook blijven zitten. In de laatste klas, examenklas. Dat was het mijn school, denk ik hoor. Maar goed. Op grond waarvan zegt u dat het mijn school was? Ik had een vak onderschat en dat kwam fataal voor mij. Op den duur, en ik heb het toen niet gehaald. En ik had wat veel vrijstelling hoor, tweede jaar, toen ik het opnieuw moest doen. Maar ik ben ervoor gegaan, ik heb het afgerond. Dus dan zeg ik, je moet nooit opgeven. Je hebt weer een kans en je hebt er goede van proberen te halen. U bent vandaag de dag advocaat. Ja. Was het, ik denk dat u al even over had gesproken, is het een wens van u geweest, u van kleins af uit al dat u advocaat wilt worden? Of is het gewoon gaandeweg studeren en dus op uw pad gekomen? Nou, kleins af niet gelijk, maar ik denk ergens op, in de derde klas middelschool spraken we een dagje over op school. Van, ik dacht dat een docent dat ons vroeg, ja, toen, je vrouw. Van wat willen jullie later worden? Moest op een papiertje schrijven en doorsturen naar voren en dan zou ze dan dat voorlezen. En ik schreef toen advocaat. En ze zei toen van er is een uitsteker in de klas. Ik zie maar één persoon die geschreven advocaat, wil je dat echt? Ik zeg ja, nou, ik hou van praten, geloof me. Ik was echt een babbelkous, lagere school ook, babbelkin. En ik zei ja, ik wil ervoor gaan. Leek me wel wat. En omdat je toga draagt echt en ik wou daarvoor en dan heb je daarvoor gewerkt. Hè. Als je advocaat wordt, kom, krijg je iets bij als je toga en dat moet je eerbiedigen. En dat hield mij echt bezig. Oké, om even terug te komen. Als je wist van kleins af of ja, van ik wil advocaat worden, dan van de milieuschool naar SPI. Klopt. Hoe het stukje dat? Begrijp het even niet. Ieder vraagt mij dat, moest je geen docent worden, jongen? Ja. Ik zeg nee, mijn doel was universiteit en rechten studeren. Maar er was toen geen plek meer voor mij op HAVO. En ik kwam een docent tegen en die zei me, jongen, je moet niet een jaartje gaan wachten of zo. Ga maar naar SP, het is hetzelfde. Je gaat moeten schakelen, ook van HAVO moet je dat doen. Dus daar heb ik toen SP gedaan. En, dat toen en hoe lang was de opleiding van SPI? Hoe lang het was? Hoe lang, ja, hoeveel jaren was dat? AVF is normaal 2 jaren. En ik heb er 3 jaar over gedaan. Oké, dus het is zeg maar hetzelfde als HAVO? Klopt, ja, hetzelfde. Alleen kreeg ik hier wat meer vakken. Ik heb toen handenarbeid gekregen, muziek, die soort dingen, gedragswetenschappen. En dus u weet, wat, qua gedrag kunt u goed mee omgaan? Ja, zo'n beetje heb ik nog van overgehouden. Oké. En u heeft FTW gedaan, 3 jaren afgerond? Nee, geen FTW, SPE. Ja, SPE. Ja. Oké, en wat heeft u SP afgerond, wat heeft u daarna gedaan? Daarna heb ik geschakeld een jaartje. En na mijn schakel heb ik toen de bachelor hier gedaan, rechten. Dat is 3 jaren. En die heb ik dan in 3 jaren kunnen afronden. Alhoewel ik een jaartje toen ook gemist had door een aanreding. In 2010 was dat, om exact te zijn. April 2010 maakte ik een aanreding. En ja, ik kon toen bijna 8 maanden de colleges niet meer volgen. En dan zijn mijn vrienden die ik had. Die brachten alle schriften et cetera, naar huis voor mij, zodat ik verder kon lezen, studeren, zelfstudie kon doen. En eenmaal toen ik weer ready was, want ik had beide handen van mij gebroken, ze waren in gips, dus ik kon niet op geen enkele manier naar ADEC. En daarmee heb ik zelfstudie gedaan en toen ben ik mijn tentamens gaan maken en toen heb ik met Gods wil eigenlijk bijna alles gehaald. Had ik dan mijn hele achterstand toen één keer ingehaald. Oké, om even terug te komen. Ja. SPI, een school die bekend staat, zeg maar 70%, 80%, 90% alleen meisjes. Klopt. Jij als jongen daar naar school. Hoe heb je dat ervaren? Hoe was dat? In het begin een beetje vreemd. Want ik studeerde toen samen met een goede vriend van me, Rewish Monorot. En we waren beide de enige jongen in de klas. Er waren geen jongens meer, alleen maar dames, 31 studenten.
Waaronder twee jongens en de rest dames. Hoe was dat? Ja, je voelt je koning in de klas. Maar ja, we zijn voorgegaan. Mm-hmm. Goede samenwerking. We hadden toen gelijk een groep gevormd waarmee we aan samenstudeerden waren. Vooral muziek had ik wat problemen toen, blokfluiten, etc. En ja, vandaag is die groep wel verder gekomen. Bepaalde zijn leerkrachten geworden. Ik ben verder gegaan. Een goede vriend van mij is toen naar FAR gegaan. Die heeft ook zijn business administration gehaald. Ja. Dus zodoende is die groep wel verder gekomen. Oké. U gaat van SPU, bent u gegaan naar? Schakel. Schakel. U heeft een jaar geschakeld, daarna bent u naar de universiteit gegaan. Bachelor. Ja. Oké, bachelor bent u gegaan. Rechten. Ja. Hoe oud was u toen? Nou, dat was in 2010. Dat is ongeveer, help me. 2010 ik was 23 dat? Ergens. Ja. 22, 23 jaar. Ja. Heeft u ooit op school gevochten? Nee. Ik was altijd bang om te vechten. Ja. Ik hield er niet van. Als ik ook ergens zag dat men aan het vechten was, liep ik altijd weg, want ik wou geen deel zijn van het geheel. Uh-huh. Dus gevochten niet. Nee. Niet gevochten. Heb je ooit van de leerkracht een pak slag op school gehad? Nee, ook niet. Ook niet. Dat is een schoolbeeld. Als we even een stapje terug doen naar huis, de opvoeding van de ouders. Want je hebt twee broers, mm-hmm. papa en mama thuis. Wat voor kind was je thuis? Nou, kijk, als je de jongste bent in huis, word je een beetje verwend. Mm-hmm. En ik was wel een verwende kwast, dat ben ik nog steeds, denk ik. Ja. Maar mijn vader zei me altijd: probeer te studeren. Je hoeft niet te werken. We gaan alles voor je doen. Maar probeer het beste van te maken. We betalen zo duur voor jou voor school. Je krijgt een auto ter beschikking om naar school te gaan. We gaan je checken wat je doet, wat je niet doet. Maar studeer. En daarmee liep ik al die tijd in mijn hoofd. Mm-hmm. Ik heb alhoewel ik steeds een jaar opnieuw heb moeten doen. Lagere school, middelbare school, middel school. Heb ik nooit opgegeven. Mijn ouders hadden ook altijd geduld met mij. En ze geloofden eigenlijk in mij en dat gaf mij eigenlijk ook de moed om verder te gaan. En ja, vandaag ben ik zover. Oké, u bent op de universiteit gegaan voor uw bachelor. Ja. Hoe lang heeft dat geduurd? Ik heb het binnen 3 jaar kunnen afronden. 3 jaar kunnen afronden. Ja. En daarna is het dan zeg maar doelgericht gegaan, of niet? Nee, dan ga je de master doen 2 jaar. 2 jaar heeft u master gedaan? Klopt. En als je uw master heeft gedaan, ben je dan doelgericht gaan studeren voor advocaat? Ja, dus ik heb mijn master afgerond binnen 2 jaar. Mm-hmm. En wat is zo'n geluk, net hetzelfde jaar begon, ik ben in augustus afgestudeerd, 2015. Mm-hmm. Dan heb ik mijn master gehaald, meester in de rechten. Mm-hmm. En in oktober 2015 begon advocatenopleiding. Ik was toen in Nederland en ik begreep toen via mijn vrienden van hé, de advocatenopleiding zal starten in oktober. Kom terug. Was je in Nederland voor studie of gewoon voor het nee, toen voor vakantie. Ja. En ik was al bijkans 5 weken daar en toen hoorde ik dat de advocatenopleiding van start ging. En toen kwam ik terug. Mijn ouders waren nog daar gebleven. Ik kwam terug. Mm. En toen heb ik mijn naam opgegeven. Ik was net op tijd, want als ik een dag later was gekomen, zou ik misschien niet meer toegelaten worden. Of misschien wel, maar dan had ik het nog niet afgerond. En ik was net op tijd, ik was niet begonnen. 2 jaar heeft dat geduurd. Mm-hmm. En ik heb een succesvol kunnen afronden in 2017. Oktober 2017 waren we klaar met de opleiding. Hoeveel jaar heeft dat geduurd? 2 jaar. 2 jaar? Ja, 24 maanden. Dus zeg maar, als je je master hebt ja. en je besluit advocaat te worden, moet je nog een opleiding van 2 jaar volgen. Klopt, dat is nu de nieuwe regel. Vroeger was het anders, maar nu is dat vastgelegd. En hoe is de opleiding zelf? Moeilijk, zwaar? Heel intensief. Je moet heel veel doen, maar wel leuk. Je wordt echt klaargestoomd om advocaat te zijn straks, om de belangen van je cliënten zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Je leert dan hoe je in die gesprekken moet nemen, wat voor vragen je moet stellen aan je cliënten, ja. hoe je mee om moet gaan en zodoende. Okay. We hebben 2 jaar heel intensief over moeten doen. Er kwamen rechters ook doseren. Er kwamen een heleboel docenten ook van de universiteit die ik gekend heb van mijn studentenjaren, ook zij kwamen. Praktisch gericht doseren en goede feedback kreeg je ook van hun, die ik tot nu toe gebruik. Ook mijn aantekeningen van je bachelor en master gebruiken we nog steeds
En die ga je heel even lang en nodig moeten hebben. Meestal zegt men van wat je gestudeerd hebt komt niet in de praktijk voor. Of gebruik je niet in de praktijk? Bent u de mening om toegedaan? Nee, je hebt het hier wel nodig bij rechten. Geloof mij, alles gebruiken wij letterlijk terug. Tot de dag van vandaag. En ja, dat is het zo'n beetje wat het werk voor ons is. Hè? Dus zeg maar, als men uw formule zou willen aanspreken, moet dat gewoon met meester zijn? Ja, nou, aan het werk doet men dat. Op straat wil je ook vaak doen, hey, meester, hoe is het? Ja, je hebt je titel nu, waarop je eigenlijk trots mag zijn. Uh-huh. Want je hebt er heel hard voor gewerkt. En ja, dat doet mij wel goed. Oké, een vraagje. We merken toch wel dat u wat grijze haren heeft. Ja, klopt. Heeft dat allemaal te maken met de zware en intensieve studie die u allemaal gedaan heeft? Of heeft dat daarmee niks te maken? Ik denk deels wel. Het is heel zwaar. Als je rechten studeert, geloof mij, je gaat avonden niet slapen. De leerstof is veel. Je moet het binnen een bepaalde tijd afronden. Wil je op tijd afstuderen en niet een jaartje verliezen. En ik denk dat het wel door koffie ook komt, want ja, we hebben zoveel koffie gedronken toen. Ik had altijd een groep waarmee ik studeerde. Mm-hmm. Altijd 2-3 mensen. Als één iets zwakker is, helpen de ander. Mm-hmm. En ja, deels wel door studeren. Okay. En wat het mooie van is, als je advocaat bent, moet je blijven studeren. Mm-hmm. Recht is dynamisch, dus je moet blijven studeren, blijven lezen. Dus dat is de volgende vraag die ik u zou stellen. Je bent afgestudeerd, je hebt je titel al, je bent meester, zeg maar, yeah. Advocaat. Mm-hmm. Ben je klaar? Houdt het daarbij op? Nee. Of moet je verder jezelf blijven, aan zelfscholing, moet je dat blijven doen? Nee, het houdt niet op. Hoor. Het is pas het begin. Okay. Je gaat een heleboel zaken krijgen, ook zaken waar je misschien voor de eerste keer eigenlijk mee geconfronteerd wordt. En je moet de belangen van je cliënten behartigen, dus je gaat dan verdiepen in zoiets. Je gaat boeken zoeken om te lezen, om te gaan graaien. En ook je patroon, nu mijn collega, waar ik begonnen ben als advocaat stagiair, dat is meester Murahu. Daar ben ik begonnen, 2,5 jaar terug. Dus u praat nu over advocaat stagiaire. Als je klaar bent met je 2-jarige opleiding, je hebt je master gedaan, 2-jarige advocatenopleiding, ben je al advocaat, want nu hoor ik advocaat stagiaire. Dus ik neem aan, je hebt stage gelopen daarna. Ja, nee, als je je opgeeft voor de advocatenopleiding, moet je gelijk ook een patroon hebben. Een patroon wil zeggen iemand die jou zal begeleiden voor de komende 2 jaren. Zeg maar een guru. Ja, een guru. Ja. En die heb ik toen kunnen vinden. Ik had toen het idee waar ik moest beginnen. Mm-hmm. En door mijn oom en mijn broer te doen, ben ik beland bij meester Murahu toen. En die zei me gelijk, dag 1 van je mag beginnen met mij. Als stagiair. Hij heeft toen getekend voor mij dat hij garant staat voor mij. Mm-hmm. En ja, zo is het begonnen eigenlijk, het juridisch werk. En ik was toen voltijds stagiair, dus ik was elke dag aan het werk. En ik leerde heel veel. Hij gaf je ook de gelegenheid om te leren. Je mocht vrij bij hem zijn. Je mocht elke vraag die je moest stellen aan hem, mocht je meegaan. Oké, okay, en hoe lang heeft die advocaat stagiair, hoe lang moest je stage lopen? Die 2 jaren die verplicht zijn. Ik dus was na de 2-jarige opleiding moet je weer 2 jaren stage lopen? Nee. Na die 2 jaren blijf je gewoon waar je bent, totdat je beëdigd wordt. En na die 2 jaren hebben dus we... Dus die 2-jarige opleiding, ja. En die stagiaire is in 1, zeg maar? Ja, je bent tijdens de opleiding advocaat stagiair. Oké, dus het gaat simultaan? Ja, het gaat simultaan. Tot je dus ik dacht, je moet eerst 2 jaar een opleiding volgen en dan weer 2 jaren moet je stage lopen. Nee. Je bent tijdens je opleiding als stagiair. Mm-hmm. En de dag dat je beëdigd wordt, ben je gewoon advocaat. Okay. En het geheel heeft ongeveer 2,5 jaar geduurd. 2,5 jaar geduurd? Ja, tot ik dan beëdigd werd. Dat was op 30 mei 2018. Mm-hmm. Niet lang terug. 30 mei 2018 ja, bent u beëdigd? Als advocaat. Als advocaat. Door wie bent u beëdigd geworden? Door het Hof.
Rudhof, dat was, en dat was meneer of mevrouw? Rudhof, dat alle, het dus, hof is het geheel. Is het geheel, dus ja, niet dat het per se iemand nee, is? Nee, je wordt bij je, en toen waren we met 11 stagiaires. Hmm. En we zijn toen met, er zijn in het geval die dag 11 stagiaires bij ieder als advocaat. Oké, je hebt 2 jaar stage gelopen bij meester Murahu. Ja. Ik neem aan dat je heel veel hebt meegemaakt in die 2 jaren. Als je even in het kort kan aangeven hoe je dat hebt ervaren. Ja, leuk. Want ik kreeg de derde dag al een zaak. En hij zei me van, Prashant, je intake niet. Maar ik dacht van, oké, hoe begin ik hiermee? En ik zat en zei tegen mijn cliënt van, of, ik mag beginnen met je verhaal. Ik schreef letterlijk alles wat hij zei. En het is een leermoment. En je gaat daarmee naar je patroon van, kijk, ik heb een intake genomen. En hij keek, hij zei, wat heb je hier? Een bijbel of zo. Ik zei, nee, maar om niets te missen heb ik maar alles geschreven. Ja. En toen heeft hij me gelijk geleerd van, kijk, hij was aan het highlighten van, kijk, dit is relevant, de rest niet zozeer. Maar goed, je hebt je best gedaan en zo begon het allemaal. Mm-hmm. Dan leer je in die gesprekken nemen bij cliënten. Dan leer je feedback geven, want cliënten gaan je vragen stellen. Ja. Hoeveel kans van slagen is er hierin, wat gaan jullie doen, wat voor stappen gaan jullie ondernemen. Ook daar leer je, hoe je antwoord moet geven. Mm-hmm. En ja, zo begint het en dan word je dan steeds beter. En dan word je dan steeds, heb je steeds een gevoel van zekerheid. Dat je wel op de goede weg bent. Want geloof me, als ik dus de eerste 2 maanden gevoel zou krijgen, dat ik dat het niets voor mij is, zou ik misschien een andere richting op gaan. Maar het was echt mijn ding. Mm-hmm. Na een maand zei ik van, hey, dit is mijn ding. Ik bleef gewoon dit houden voor mezelf en ik wil advocaat worden. Dus als advocaat moet je heel veel schrijven en heel veel praten? Ja, schrijven. Bij civiele zaken moet je schrijven. Mm-hmm. Want daar ga je conclusies, sommatie, conclusies schrijven. En die moet je dan overleggen aan de rechter. De tegenpartij gaat ook een stuk overleggen, dan ga je antwoord geven op zijn stuk. U heeft net een woord gebruikt, civiele zaken. Ja. Dus natuurlijk is een woord die de advocaten gebruiken. Maar je hoort vaker civiele zaak, strafzaak. Is er misschien binnen de advocatuur een tabel die je zou kunnen maken of een rangschikking waar je kan zeggen dat dit soort punten of dit soort, onder dit soort categorieën vallen? Zijn er misschien, heb je misschien kernwoorden of ik weet niet hoe ze dat zeggen, hoe het allemaal aan toe gaat? Ja, klopt. Je hebt civiele zaken en strafzaken. Ik doe beide. Dus zeg maar, je kan het in 2 delen kan je splitsen. Klopt. En bijvoorbeeld als iemand jou moet betalen en die betaalt jou niet en je gaat naar een advocaat, dan zul je zo'n intake nemen, een sommatie sturen van dat je op zo'n dag bent geweest en dat je een vordering hebt of zo iemand en dat noem je een civiele zaak. Heb je iemand beroofd, dan is dat een strafzaak. Wat valt allemaal onder, zeg maar, onder civiele zaken is al financiële zaken dus? Nou, alleen maar financiële zaken, ook ontruimingen. Mm-hmm. Heb je een huis gehuurd voor iemand en die persoon wil op de duur niet weer weg, mm-hmm. Dan moet je ontruiming zaken. Je hoort vaker in de volksmond als wat gebeurt, zeg men, hé, dit is een civiele zaak, maar dit is een dode zaak. Wat bedoelt men daarmee? Nee, men bedoelt met dode zaak omdat het allemaal heel lang duurt. En dan zegt men gelijk, het is een dode zaak, want mensen willen vandaag een zaak en die willen morgen al antwoord en beslissing hebben in hun zaak. Ja. En dat kan niet. Ik bedoel, de rechters hebben allemaal hun werk. Uh-huh. En die stapelt maar een dag op. Dus ook hun hebben hun tijd nodig daarvoor. En daarom zegt men, ja, het is een dode zaak. Het is op zich geen dode zaak, ja. Want er komt een dagje vonnis in, ja, je zaak. En dan ga je dan, er is een uitspraak gedaan door de rechter en that's it. En als we praten over, die andere was weer strafzaken. Strafzaken, ja? Ja, die is ook verschillende. Bijvoorbeeld bij een beroving, je wordt aangehouden. Dan word je gedagvaard, dan ga je voor de rechter verschenen. Dan heb je advocaat die voor je gaat pleiten en dan wordt er... Oh, zeg maar, als je het proces even kan, in het kort even kan toelichten aan de kijkers. Zeg maar, ik heb een advocaat nodig, hangt natuurlijk af waarvoor. Ja. Maar zeg maar, voor een beroving of een strafbare feit. Ja. En ik raadpleeg meester Prashant Baldew. Ja. Wat is het vervolg? Wat is het stappenplan? Hoe gaat het aan toe? Nou, wat moet de advocaat doen in een strafzaak? Die moet je ook bijstaan.
Die zal proberen ten eerste, die gaat eerst luisteren naar jou, hoe het geheel in elkaar zit. En dan heb je daar een beeld, toch? Je wilt altijd de waarheid weten als advocaat, zodat je zo goed mogelijk kan inspelen op het geheel. Vaak genoeg gebeurt dat niet, dat cliënten houden informatie van jezelf. Maar met hetgeen dat jij dan kan halen uit de persoon, ga je dan jouw cliënt verdedigen bij de rechter. Je probeert altijd je cliënt vrij te krijgen, maar als dat niet lukt, probeer je dan wel een strafvermindering te krijgen voor zo iemand, voor de verdachte. Een straf staat bijna een verdachte als je voor de rechter verschijnt, ben je dan een verdachte. Oké. Zeg maar als ik als cliënt naar de advocaat stap, gaat de advocaat op zijn beurt eerst de zaak bekijken? Hoeveel procent kan ik deze zaak voor die persoon winnen? En hoeveel procent niet? Wat kan ik voor hem betekenen? Bekijk jij dat als advocaat eerst voordat je aan de slag gaat? Of kijk je niet daarna? Want ik heb begrepen, sommige advocaten kijken van ik ga eerst kijken. Ze doen zeg maar een haalbaarheidsstudie van hoe is dit haalbaar of niet voor ik eraan begin. Nee, klopt. Je moet sowieso eerst kijken naar de zaak. En daarna ga je met je cliënt praten over. En ik denk dat de cliënt op dat moment ook wil weten hoeveel kans van slagen er is. Meestal vragen ze ook van, meestal hoeveel kans is er voor mij in deze zaak. Dan hou je hem voor. Want dan zeg je hem ook van, kijk, in zo'n geval, want elke zaak is op zich, staat op zich. Je moet geen zaken gaan vergelijken daar met de andere zaak. Mm-hmm. Want ze hebben allemaal hun eigen knelpunten. En ja, natuurlijk ga je cliënt voorhouden van, kijk, in zo'n zaak heb je bijvoorbeeld 60% kans van slagen, dat kan 40% tegen jou uitkomen, maar voor 60% staan we erachter dat het goed komt. En dan bepaal jij op dat moment als cliënt op kantoor, als je verder in zee wil gaan met mij, als je bij mij op kantoor bent, of zeg je nee, je laat het maar voor wat het is. En het zijn meestal ook principiële zaken, mensen willen gewoon principieel zijn en zeggen van nee, we gaan toch die zaak indienen. Wat het resultaat is, dat zien we wel, maar ik wil gewoon kijken wat de rechter hierover. Oké, maar zeg maar als de zaak al gaande is. Ja. En de zaak is al gaande en ik besluit van advocaat te veranderen. Of ik wil nog één of twee advocaten erbij voegen. Hoe staat het daarmee? Beide kunnen. Je kan maar advocaten bijvoegen in een zaak. Ja. Dan ga je dan op dat moment medestellen in zo'n zaak. Met de volgende zitting. En als je een advocaat wil veranderen, dat kan ook. Dan ga ik mij dan onttrekken in zo'n zaak. En dat gebeurt dan per brief. Die leg je dan over aan de rechter van vanaf nu onttrek ik mij de zaak van Jan of Piet. En ja, maar ik word nu de. Zoals we weten allemaal, concurrentie speelt allemaal een rol. En zeg maar, staan de advocaten wel open daarvoor? Zeg maar, ik heb een zaak en ik wil een advocaat bijvoegen. Staan ze wel open, want meestal hoor je van, no, Amanda is op niks, nee, die man weet niks, die man heeft geen hoofd, of die man, dus je weet hoe dat ding allemaal aan toe gaat. Zijn de advocaat, staan ze wel open, en dit misschien niet, sta je er open voor als iemand dat bij jou zou willen doen? Je vraagt nogmaals. Dus ik heb een zaak ingediend, of een zaak, en ik heb jou als advocaat genomen, maar gaandeweg wil ik nog een advocaat, zeg maar, toevoegen. Sta je daarvoor open? Ja, zeer zeker. Want je hebt advocaten die zeggen van nee, ik werk niet met de ieder, die man heeft geen hoofd of die man kent zijn werk niet. Nee hoor, als je bij mij komt en je zegt, wil nog iemand een zaak hebben, voel je vrij. Ik bedoel, je bent vrij als mens. Als je nog drie advocaten wil bijvoegen en je kan betalen, moet je het doen. Oké, misschien een kritische vraag misschien, maar je hoort vaker mensen zeggen van advocaten studeren of ze worden betaald om te gaan liegen daar. Nee, dat is het niet hoor. Je gaat precies dat doen wat nodig is voor je cliënt binnen wet en recht. En men zegt een heleboel dingen buiten, een heleboel verhalen maakt men van alles, maar dat is het niet. Men moet een advocaat ook serieus nemen. Ik bedoel, je bent bezig met belangen van je cliënten. Je gaat de belangen van je cliënten behartigen. Je cliënt machtigt jou. Je bent procesgemachtigde. Jij zal vanaf dat moment optreden als gemachtigde van zo iemand en dan moet je wel serieus mee omgaan. Ik bedoel, daarmee ga je niet spotten, toch? Maar komt het wel nou niet ergens voor dat er wel ergens gelogen wordt? Of ik neem aan van
zeg maar, om een belang of van een cliënt te behartigen. Hmm. Komt het nu zodanig misschien ergens voor dat ik moet in deze zaak een beetje gaan liegen als ik toch wel profijt uit wil trekken of zo? Nee, kijk, feiten zijn feiten. Ik bedoel, als ze daar liggen, kan je niet gaan liegen over. Je moet gewoon zeggen wat jouw cliënt jou gezegd heeft. Mm-hmm. En verder zal jij maar proberen een en ander voor te leggen aan de rechter wat jouw cliënt op dat moment niet kan, het juridische dus. En daar vertrouwt je cliënt op en dat moet je dan gewoon doen. Meester, om even terug te komen, van huis uit, welke geloof heeft u? Van huis uit, Hindoe geloof. Hindoe geloof. Ja. Oké. Bent u een sociaal-religieus bogen mens? Nou, sociaal-religieus bogen wel. Ik op grond waarvan zegt u dat? Ik zit in de Lions Club. Lions Club Quatta is dat. Mm-hmm. Ik ben begonnen eerst als leeuw. En dat is een tak van Lions Club Quatta. Mm-hmm. Daar heb ik eerst 3 jaar leiding aan gegeven. Ik was een president van Leo Club Campus Plus en ik ben daarna toegetreden naar de Lions Club, want dan ben je dan 27 en dan mag je wel naar zo'n club toetreden. Ik ben toen lid geworden van Lions Club Quatta en daar ben ik nog steeds lid van. En wat doet u zo allemaal? Daar doe je dan sociale projecten, je fundraising, fundspending. Je probeert zoveel mogelijk projecten te laat me zeggen, geen projecten. Je gaat fundraisen, dat wil zeggen je gaat activiteiten ontplooien. Je gaat een car wash houden, je gaat een cookout houden, je gaat een landbouwtentoonstelling houden. Uh-huh. En dan genereer je middelen, ook mensen sponsoren, doneren, uh-huh. jou als club. En dan ga je met die middelen dan projecten uitvoeren. Je gaat een mediatheek bouwen voor een school, je gaat schoollokalen verven. Als er brieven binnenkomen voor een rolstoel, mm-hmm. voor een bril, of laatst hebben we nog een brief gehad voor een jonge dame die geopereerd moest worden. En ik weet wel niet wat er toen uit de bus is gekomen, maar je kreeg brieven en die behandel je dan bij zo'n ALV en dan worden middelen vrijgemaakt om dan zo'n iemand te geven, zodat dan je het gevoel hebt dat je wel goed bezig bent. Ja. En ja, religieus ook. Ik geef leiding aan een religieuze organisatie, Pratier. Wij houden ook wel heel veel activiteiten per jaar. En we komen niet te veel in de spotlight hoor, maar we doen ons werk. Je wilt niet in de spotlight komen? Je hoeft niet alles wat je doet, in de krant te komen of TV te komen. Je doet voor jezelf. Want de activiteiten worden wel ontplooid? Ja, de activiteiten worden wel ontplooid. Uh-huh. En we doen ook projecten in samenwerking met de Mahasabha van Sanat en Dharam. Van Koningsstraat? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dus we zijn met alles een beetje bezig. Men zegt ook, of dingen die je vaker in de volksmond hoort, van Afkati Chamoni. Nou, kijk, ik ben nauwelijks 2 maanden advocaat, dus het zou zo zijn misschien, maar ik weet het niet. Ik moet het nog ervaren. Ja. Ja. Dus de man tak Afkati Chamoni en zeg maar als iemand bij u zou aankloppen voor een sociaal doel of een sociaal project, staat u open daarvoor? Nou, van huis uit is dat ook zo. Ik bedoel, mijn vader is ondernemer en ook hij sociaal bogen mens. Ja. Ook hij probeert mensen tegemoet te komen als ze hulp nodig hebben. Tot waar je kan, doe je wel. Ik bedoel, je kan je niet tevreden stellen, maar wat je wel kan, dat probeer je te doen. Okay. En ja, wat niet kan, zeg je ook netjes van, hey, dit gaat mij niet lukken. Of dit is buiten mijn budget, snap je? Ja. Meester, als u in de rechtszaal gaat, dan zien we dat de advocaten een soort tenue aan hebben met een witte ding hier voorop. En een zwart ding, volgens mij roepen ze een toga of dat zo. Dat noem je een toga. Waarom trekt men zoiets aan? De zittingzaal, dat is het geheel. Ik bedoel, het hoort erbij, je draagt een toga. Het is een edel beroep. Uh-huh. Dus daarom toga. De rechter draagt ook zoiets. Uh-huh. En je bent dan daar op dat moment alle advocaten. Je bent gelijk. Ik bedoel niet dat de ene
komt in een jurk, de andere komt in een. Dus dat is mijn vraag. Zeg in een korte broek, de andere komt in een. Zeg maar als iemand met een Armani trui of zo komt of een hemd en met je toga, dan zie je niks meer. En je hebt bepaalde mensen die zeggen van, hé, maar moest je Sami weer niet. Nee, dat is het niet. Het is een edel beroep. Je hebt een toga, die moet je te alle tijden bij je hebben. Mm-hmm. En ook als er als cliënten bij bepaalde zaken worden opgeroepen, voor een verhoortje of zo. Mm-hmm. Die je ook netjes gekleed zijn, niet met een okselmouw of een slipper. Ik bedoel, je moet altijd respect hebben voor de rechter. Daarom noem je dat ieder achtbaar, zeg je, in de zittingzaal. Mm-hmm. En je moet netjes gekleed zijn. En dat wit ding die ze hier boven binden, dat is een soort slabbetje. Ja, dat noem je een bef. Een? Een bef. Een bef. Ja. En waarvoor binden ze dat? Nou, waarvoor dat precies is, dat zou ik niet echt zo kunnen zeggen. Maar het hoort erbij. Het hoort erbij. Maar in elk geval, het is omdat het een nobel beroep is. Okay. Het advocaat zijn, ik bedoel, mensen kijken op naar je en je toga te dragen om zo eerbied ook af te dwingen van de mensen. Van de mensen. Meester, iedereen heeft hoogte of dieptepunten en dieptepunten in zijn of haar leven meegemaakt. Net zo u ook. Zouden wij een hoogtepunt van uw, misschien weten we allemaal wat dat is, maar een hoogtepunt van uw leven tot nu toe? Nou, hoogtepunt is, zoals ik het eerder zei, dat was 2 maanden terug. Ja, 30, om exact te zijn 30 mei, dat was echt mijn hoogtepunt in mijn leven tot nu toe. Ik ben bij ieder geworden als advocaat. De familie is trots, je bent zelf ook trots. Mm-hmm. Omdat je vanaf dag 1 zo hard gewerkt hebt richting dit alles wat je vandaag bent. En je gaat naar school vanaf je vierde jaar en je wordt advocaat op je 31ste. Ik bedoel, kijk wat voor lange weg dat was. Mm. Dus dat je goed. Dat is een hoogtepunt in mijn leven. En als ik hoor je eens praten over dieptepunt. Ja. Nou, dieptepunt, dat was in 2010, april 2010. Toen maakte ik een zware aanreding. Waarbij ik toen beide handen van mij stuk zijn gaan. Mijn kaak is toen ook stuk gegaan en ik had echt zware letsels opgelopen. Dat heeft allemaal bijkans 8 maanden geduurd, totdat ik weer de oude was. En met alle stress erbij, dus ja, dat was echt een dieptepunt. Dus ik denk dat die witte haren daardoor ook... Ook deels, want ik moest bijna 4 of 5 operaties ondergaan toen. En de dokter zei toen van te veel narcose zo achter elkaar kan ook ervoor zorgen dat je grijs zal worden. Ik zei, dat is geen probleem voor mij, zolang je mij weer de oude maakt, dat ik weer normaal met mijn handen kan bewegen en weer normaal kan praten, eten. Want ik kon ook bijna 3 maanden toen niet eten. Ze hadden toen mijn kaak gespalkt. Je kon, het enige wat je kon doen is gewoon een beetje melk drinken elke dag, maar geen rijst, geen brood, niets. Een zware aanreding dus? Ja, een zware aanreding eigenlijk. Ben door oog van naald gekropen. En dat wil ik echt nooit meer. Je hebt een nieuwe leven gehad, om het zo te zeggen. Je zou dat kunnen zeggen, ja. Oké. Meester, nog wat. Komt het nou eens wel voor dat mensen u benaderen? Of zeg maar dat u een zaak gaat doen en mensen zeggen van, hé, ik geef je zoveel extra berengamang of hebengamang of maak het moeilijk. Komen dat soort gevallen ook wel eens voor? Dat heb ik nog niet meegemaakt op kantoor, dat mensen zijn gekomen. Er zullen misschien mensen zijn, ik weet het niet. Ja. Maar bij mij persoonlijk heb ik dat nooit ervaren. Maar ook al zou je dat willen, ik bedoel, daarvoor zijn we niet daar. Wij proberen alles binnen wet en recht te houden. En als je gelijk hebt en je gelijk moet krijgen, zullen we daarvoor gaan. Maar als je ook met een case komt en we zien dat dit gewoon een soort van een vrome zaak, zou ik zeggen, tussen aanhalingstekens leek. Mm-hmm. Een zaak dat niet juridisch correct in elkaar zit, niet geloofwaardig overkomt. Ik zou persoonlijk niet met zo'n zaak beginnen, want dan is het tijdverspilling, want uiteindelijk zal toch blijken dat het nadeel van hem, van zo iemand wordt, dat de vonnis dan uitgesproken wordt in het nadeel van zo iemand. En ja, dat is helemaal tijdverspilling. Niet zoveel zin in. Nee. Meester, als we naar de tijd kijken, merken we dat de tijd volop de klok volop zijn werk doet. Wij kunnen jammer genoeg de tijd niet tegenhouden. Wij gaan moeten besluiten, dit aflevering moeten afsluiten. Ja. Het gelet op de tijd, maar voor wij afsluiten zou ik u toch nog willen vragen. Mm-hmm. Als u als jonge advocaat
toch nog voor de kijkers, in het bijzonder voor de jongeren, een boodschap heeft om ze mee te geven die zij dat ook in hun leven kunnen meenemen en wat van kunnen maken? Nou, wat de jongeren betreft zou je zeggen, geef nooit op. Ga ervoor, studeer. We vinden ons in een heel moeilijke tijd. En wat belangrijk is, dat je moet studeren. Studeren, studeren, studeren. Geef nooit op. Als je naar mij hebt geluisterd, zie je dat ik ben elke school dat ik heb bezocht, bijna een jaar opnieuw heb moeten doen. Mm-hmm. Als ik wou, had ik het toen opgegeven, maar ik ben ervoor gegaan. Dus ik heb ook een boodschap naar jongeren toe. Als je blijven zitten bent geworden, een keertje, je bent niet overgegaan. Maakt niet uit, ga ervoor. Ga harder ervoor. En je gaat zien dat het wel zal lukken. En als je nou een jongen bent of een meisje, je diploma is je eerste man of je eerste vrouw, dan komt de rest. Geloof me, je gaat alle tijd nog krijgen voor de rest. Laat niemand je verleiden om met andere dingen bezig te zijn. Want uiteindelijk zal je in de gebakken peren zitten. Wanneer je voor een duizend SRD moet gaan harken ergens, of het is heel pijnlijk als ik jongeren zie knippen, verkopen op straat, vind ik het heel erg. Ik denk, de overheid zou eigenlijk naar zulke mensen moeten kijken, eigenlijk opvangen, om ze alsnog op te voeden en ze naar school te sturen. Hm. En ik ga even piepen in mijn mobiel. Ik heb ooit een geleerde horen zeggen, Jodhave Pal Pave. Hetgeen eigenlijk letterlijk betekent, de persoon die rent, die zal wel een dagje de eindstreep breken. En daarmee zou ik willen afsluiten van de mensen die ons zo'n beetje Hindi verstaan en zo, dat het dan ook op zo'n manier duidelijk is gemaakt. Blijf je moeite doen, blijf inzetten en geloof me, er komt ook een dag ook voor jullie kijkers, dat jullie ook een dagje zover zullen komen als hoe ik dat heb gedaan, met heel veel struggle, heel veel moeite. Ik heb nog een laatste vraag voor u, meester. Net toen ik de trap naar boven kwam en de mensen weten elke woensdagavond hier zitten we en ik heb altijd een gast en iemand vroeg me van, wie heb je vandaag als gast? En ik vertelde meester Baldo. En de persoon vroeg me van, vraag even wat zijn status is. Status? Is die man getrouwd? Zit hij in een relatie? Heeft hij kinderen? Dus ik zei van, oké, ik zal het even doen. Ik was het echt even vergeten, want toen u sprak over, toen u sprak van dat diploma eerste man of vrouw, dus kwam het dan helemaal op. Mm. En ik vond, laat ik dit vragen, dan heb ik straks de mensen op mijn dak dat ik hun vragen niet stel. Duidelijk te zijn, ik ben single, 31 jaar is jong. En ik denk dat het nu pas tijd is voor mij om uit te kijken naar iemand en verder te gaan met mijn leven. Maar voor nu ben ik single. Oké, kijkers, u heeft het gehoord. Wat u wilde weten, heb ik gevraagd. De meester heeft antwoord opgegeven. Meester Baldeel, ik wil u alsnog bedanken dat u de tijd en moeite heeft genomen en vrijgemaakt om het verzoek van ons naar de studio te komen. En uw sleutel van succes met ons, met de kijkers te delen, in het bijzonder de jongeren. Dat zij wat uit kunnen leren en ook in hun leven kunnen meenemen. Nogmaals, meester, heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Ook voor u. Dank u. Hartelijk dank. Kijkers, u heeft het gehoord. Vandaag als gast in de studio hadden wij meester Baldeel, Prashant Baldeel. Hij heeft het allemaal verteld, hoe hij de sleutel van succes heeft doorlopen, wat hij allemaal heeft niet moeten doen. Heel zware tijden gekend, heel moeilijke tijden gekend, maar toch de moed en hoop niet opgegeven heeft doorgezet en vandaag is die man advocaat. U en ik moeten nog proberen wat ervan te maken, die man heeft het al gemaakt. Kijkers, de tijd tikt verder, wij moeten jammer genoeg afsluiten, heeft het gezien. Ik groet u voor vandaag en we zijn volgende week woensdag terug met de gloednieuwe aflevering van De Sleutel tot Succes. Fijne avond, goedenavond.